Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb er hier twee al wakker. Hi. Lukt het poepen? Hij was aan het poepen. Zeg, ben je aan het poepen? Ja. En hier zit er eentje met een krentenbolletje. Want... Liam wilde geen krentenbol. Ik denk omdat hij dus moest poepen. Gekkies. Jullie zijn gek. Niet ruzie, hè? Wel ruzie. Oh, wil je bij mama knuffelen? Dat is een beetje jaloers. Ik ben even naar de winkel geweest met de kindjes. Ik heb Liam even hier neergezet. Ze hebben al een broodje gegeten, dus daar een flesje. En dan gaan we proberen of ze naar bed willen. Dan gaat mama even pauze houden en even eten. Want woensdag gaat Liam naar de dreumesklasje. Jordi als het goed is naar school. Donderdag moet Jordi naar de osteopaat, dus moeten we nog heel even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Vrijdag gaan Liam en Sam tegelijkertijd naar school. Ik ben nog gebeld door de juf van het schooltje. En dan is Liam ook tegelijkertijd voor het laatst daar op het schooltje. En dan kan Sammy even wennen. Dus dat is de bedoeling. Dus ik heb vrijdag, als het goed is, want dan is Jordi ook naar school. Als het goed is, geen enkel kind 's morgens in huis. Yes. Alles is wakker. Tenminste, Jordi en Liam hebben niet geslapen. Ik heb ze chipjes gegeven. Nou, bij Jordi ligt het overal. Dus ja, je ziet wel degene die de manier heeft natuurlijk. Ik ga nu heel eventjes uploaden, want daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik kan 2 vlogs uploaden, dus daar ben ik blij om. En ja, dat. Meer heb ik eigenlijk niet te melden. Van wie heb je je tut gekregen? Niet van mama, hè? Nee, die heb je van je grote broer. Van die heb je van Liam gekregen. Liam kwam heel lief de tut brengen, hè? En toen wou hij langs Sammy zitten. Ja. Hè? Dus samen televisie kijken, hè? Is een grote vent, hè? Ja. Dat doe jij heel goed, hoor. Wil je mama vasthouden, handje? Nee? Oké. Hij wil wel bij zijn broertje zitten. Dat dan weer wel. Dat is weer uniek. Normaal is dat ruzie. Dus bij mama mag zitten. Zo kan het ook. Hij is zelf op de stoel geklommen. Is hij alweer op? Is hij op? Is hij op? Heb je alles opgesnoept? Pepernoten. Heb jij heel goed gedaan, hoor. Wil je er nog een paar dan? Als je nog wil, dan meldt hij het maar. Maar, nu moet ik alleen wachten totdat hij op de tafel gaat klimmen. Want dat heeft hij al een paar keer gedaan. Dus... Ik moet even ogen overal en nergens houden dan. Nielsie is laat vandaag, maar... Ik heb voor de kindjes toch even hun burrito's gemaakt. Dus die zitten lekker te smikkelen. Ja, jij ook, hè? Jij zit ook lekker te smikkelen. Alleen Jordi is een beetje moe. En dat resulteert in een hele hoop zeuren. Hij wil ook zijn bril niet op. Hij wil niks. Dus nou ja. En gelukkig eten ze hier met hun handen. Njam, njam, lekker hè. Dus ja, Niels is wel later. Dus dan eten Niels en ik dadelijk samen.
Maar ik weet wel één ding. Er zijn er twee die op tijd naar hun nest gaan. Ik noem geen naam. Nou, dit is het resultaat van eten met mama. Dat is de ergste. Ja, papa komt zo thuis. Picasso. Een goedemorgen. Jordi heeft gisteravond heftige buikpijnen gehad. Dat had hij eergisteren ook al. We hebben hem ook al geholpen. Gisteravond hebben we hem ook weer geholpen. Echt buikpijn. Vanochtend heb ik wel de fysio afgebeld, want hij wil alleen maar op zijn buik hangen momenteel. Dus vanavond gaan we hem weer helpen. Als het goed is, gaat hij morgen voor het eerst naar zijn nieuwe school toe. Even kijken hoe dat het loopt, maar zoals het er nu uitziet, kan hij wel gewoon gaan, omdat hij, ja, ze weten dat hij buikpijn heeft, et cetera. Dus ze weten alles van hem. Dat is wat we gisteravond hebben gedaan. Ik heb de hele avond met de Jordi opgezeten die buikpijn had. En dat was niet mals, kan ik je vertellen. Vanochtend zouden we naar de fysiotherapie gaan. Normaal komt zij thuis, maar we zouden naar de praktijk gaan. Maar ik heb dat af moeten zeggen, want er was gewoon echt niks met Jordi te beginnen. Nu zit hij rustig. Nu eventjes. Maar ja, ik weet niet hoe dat is over een half uur, bij wijze van spreken. Het is continu gisteren. En hij loopt ook langer dan 24 uur achter. Dus dat is één ding dat zeker is. Terwijl Jordi wel een kind is die, zeg maar, bij moet lopen, dan gaat het in principe goed. De oren van Jordi gaat in principe ook gewoon prima. Hij heeft geen looporen meer. Heeft hij er veel last nog van? Dat is gissen. Dat weet ik niet. We druppelen nog wel even een paar dagen door en dan stoppen we ermee. Om te kijken hoe en wat. Dus ja, dat. Meer kan ik niet zeggen. En daar zit Jordi. Je ziet het ook aan zijn buik. Als hij niet achterloopt, is zijn buik niet zo opgezet. Hij is echt opgezet. Dus ja, hij heeft altijd wel al een buikje. Maar op dit moment is zijn buik iets meer opgezet dan dat hoort, zeg maar. Dus ik kan het precies zien aan hem, aan zijn lichaamstaal, aan zijn doen en laten, et cetera. Dus dat is een voordeel. Ja, we gaan het zien. We gaan het gewoon zien. Iets wat al de hele tijd is, is dat Liam lekker op de bank ligt. En wie ligt erbij? Onze Joefke. Ja, onze Joefke ligt erbij. En ze zitten elkaar de hele tijd te kriebelen en te etteren en te doen. Joef zit ook weer kusjes te geven. Ja, Jordi, kom eraan. Dan ga ik zo dadelijk brood smeren. En dan ga ik broodje eten. Hoe ga jij nou, mama, liggen? Je hoeft net eten op jou, ja, mama. Dus ja, daar zit Sammy. Hij vindt Joef irritant worden nou. Omdat hij zo lief is geweest voor Joef. Ik kom eraan, Jordi. Even Jordi doen. Ik heb even de boel vastgeklemd, want ik werd helemaal koekoek van haar. Ondertussen ben ik aan het koken. Weet, Hollands pannetje. En dan maak ik een overschotel van. Weer à la Mandy natuurlijk, hè. Liam heeft niet geslapen. Sammy wel, die is net wakker en die is even lekker aan het drinken. Jordi ligt te slapen. Die ga ik dadelijk ook een keer wakker maken. Maar toch wel weer buikpijn en alles. Dus dat kost ook veel energie. Dus ik wil ook niet dat hij hij kan namelijk ook overprikkeld raken heel snel, doordat hij die buikpijn heeft. Dus vandaag dat ik daar een beetje een afweging in maak. Ik weet niet hoe ik het anders moet benoemen. Maar dat is dus het geval. Ik zorg in ieder geval dat mijn eten klaar is.
En dan kan ik hem wakker maken, dan heb ik alle tijd. Ik heb ook even iets anders aangetrokken, want dat is echt bloedjeheet. Heb je die wakker geprobeerd te maken en hem mee naar beneden genomen? Hij is wakker aan het worden. Kindje ligt in bed. Niels heeft voor mij een ijsje gehaald. En voor mij. Wat heb jij? Ik heb kinderbueno, mokka en yoghurt amareno of iets. Oké. Ik heb ook kinderbueno, pistache en... Snickers. Dat heb ik. Lekker, lekker. En daarna gaan we hier even opruimen, stofzuigen, dweilen, et cetera. Ik moet alles klaarleggen voor morgen. Want morgen gaat Jordi naar school en Liam gaat ook naar schooltje. Een hele goede morgen. Hij gaat naar school, ik sta bij school. Dus die ga ik naar school brengen. Voor het eerst naar deze school. Ik ben benieuwd hoe dat het gaat. Ik kan niet filmen, want ik moet langs een hele hoop mensen. En dat is toch wel privé. Dus nee, dat ga ik niet filmen. Dat wil ik heel graag doen, maar dat gaat niet. Dus ik ga even een filmpje aanzetten voor deze twee. En dan ga ik Jordi even gauw naar binnen brengen. Nou, dat was even emotioneel. Ze zegt, je mag mee naar binnen. Ik zeg, nee, doe ik niet. Want hij moet wennen gelijk aan het goede. Ik ga jullie later ook even uitleggen hoe dat er zit. Nu ga ik Liam naar school brengen. Yes! Nou zijn we alleen, Sam. Liam heb ik ook weggebracht. Dat was appeltje eitje, dat was prima. Maar ik vind het nog steeds niet leuk dat ik jullie weg moest brengen. Ik ben even naar de winkel geweest. Ik heb even avondeten gehaald. En een broodje voor dadelijk vast weer Liam op gaan halen. En vast wat fruit en dat soort dingen allemaal. Dat heb ik allemaal gehaald. Bellenblaas voor Liam's groep. Omdat vrijdag hij op die groep voor het laatst is. Dus dan heb ik een bellenblaasje en ik doe een fruitsalade. En dan doe ik een briefje op de bellenblaas plakken met ik blaas naar de volgende groep of ik blaas hem naar de volgende groep. Of weet ik veel, ik moet nog even bedenken wat, maar zoiets in ieder geval. Sam heeft net zo lekker zijn fruitje zitten eten. Maar over Jordi, ik zal even uitleg geven. Bij Jordi is het hele ding, als je vandaag A doet, dan is het morgen, overmorgen, dag daarna ook A. Dus als ik met Jordi naar binnen zou lopen, naar zijn groep, dan verwacht hij dat ik het de volgende keer ook doe. Nou is het zo dat hij morgen niet naar school gaat, want morgen moet hij naar de osteopaat. En de vorige keer toen hij naar de osteopaat was geweest, heeft hij ook de hele dag eigenlijk buikpijn gehad. Dus dat is gewoon niet verstandig om hem dan op zijn nieuwe school te zetten eigenlijk. Dus ja, vandaar dat ik daarvoor kies om hem dan thuis te houden. Snapte ze op school ook. Dus ja, vond ze verstandig. Vrijdag gaat hij wel weer gewoon naar school. Dan brengt Niels hem. Maar ook dan, als Niels wel mee naar binnen zou lopen, zou het weer een dingetje voor Jordi worden. Dus dan moet ik dat maandag weer doen. Dus ja, vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om hem voor school af te geven. En ik vind dat zo moeilijk. Ik vind dat zo lastig. Maar voor Jordi zelf is dat gewoon beter. En ik kijk in dit geval toch naar het kind en niet naar mezelf. Ondanks dat ik het zelf wel heel graag zou willen, hoor. Want ik had er wel heel veel moeite mee. Omdat je Jordi ook meegeeft in principe aan vreemde mensen. Ook al heb je al een gesprek met ze gehad. Ik heb tussendoor contact met ze. Dat is ook gewoon de afspraak. Er is een app waarin, ja, dus als er iets aan de hand is of zo, waarin je zeg maar je verhaal kwijt kan. Waarin je bijvoorbeeld dingen kan melden. Dit is er met Jordi aan de hand. Of hij heeft daar last van. Of dit kun je beter zo of zo oplossen. Of als ze hun vragen hebben, dat ik daarop kan antwoorden, et cetera. Dus ja, dat is dus eigenlijk een beetje hoe dat het zit. Ik hoorde net wel dat het super goed gaat met hem. Hij heeft het naar zijn zin, blijkbaar. Bij Jordi kun je dat nogal wel snel zien of hij het naar zijn zin heeft of niet. Zijn juffrouw heeft hem natuurlijk ook al eerder gezien. Dus ze weet ook al hoe Jordi eruit ziet, et cetera. Dus
Wat dat betreft, ik heb er volledige vertrouwen in. Dat is het probleem ook niet. Maar het is wel even een klein ding. Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Zit je daar lekker? Lekker stukje. Ah, moet je weer gooien met je spullen? Ha, ha, ha. Hoe, hoe, hoe. Hi, hi, hi. Hij is ondertussen Bing aan het kijken. Normaal wordt hij geterroriseerd door zijn broer. Dus laat hem lekker even kijken nog. Ja. Jee. We hebben Liam opgehaald. En ze zijn nu een lekker broodje aan het eten. Hoppakee. En dan gaan we naar huis. Een flesje melk drinken. Kijken of Liam nou wel wil slapen. En om 2:30 moeten we op Jordi school staan. Dus ik moet tegen 2:00 moet ik zorgen dat de kinderen uit bed zijn en dat we op weg naar school gaan. Zeg schatjes, wat zijn we aan het doen? Jordi halen. Jordi halen. Toch? Ja, we zijn Jordi halen. Ik ga nou eventjes erheen lopen, zodat ik er op tijd ben. We hebben het gehaald! Yes! Woehoe! Hij heeft het goed gehad op school. Hij is nou lekker aan het drinken, juffrouw is even aan het kijken. En dan gaan we kijken hoe het gaat met de prikkels, et cetera. We hebben hier iets heel zeldzaams. Jordi die met Liam tablet aan het kijken is. Het is echt heel zeldzaam. Wat, ben je er niet blij mee? Nee, ben je er stiekem niet blij mee? Maar Liam doet jou helpen met verzetten. Dus elke keer een andere. Liam en Jordi zijn al naar boven. Jij zit hier nog. Kleine duivel. Je bent een duiveltje. En ik ga je daar opruimen, douchen en eten. Morgen hoef Jordi niet naar school. Of ja, hij gaat niet naar school, want hij gaat naar de osteopaat. Dus ja. En ik ga eventjes met Liam op zijn nieuwe groep kijken. De boel is hier opgeruimd en de kindjes slapen, et cetera, et cetera. Zoals ik jullie al vertelde, vrijdag gaat Liam voor het laatst naar het KDV, drummersklasje ook wel genoemd. Maar ja, ik ben toch altijd van mening dat als je dan weggaat of wat dan ook, dat je dan iets moet doen. Dus ik doe een fruitsalade. Want ze willen toch het liefst zo gezond mogelijk. Alhoewel ik hier aan een lekker bakje chips zit. Hè? Maar dan had ik dus bedacht, ik doe dan die fruit. Maar dan wil ik toch ook de kindjes iets meegeven. Dus wat had ik bedacht? Ik ga hier zeg maar een papiertje omheen wikkelen. En daar schrijf ik op, ik blaas hem naar de andere groep. Groetjes, Liam. Dat was mijn idee. Dus dat ga ik even allemaal maken. Ik ga het heel simpel doen. Ik heb hier van die fotoplak dingetjes. Die ga ik gewoon erop plakken. Ik ga niet met lijm of wat dan ook werken. Ik plak dat er gewoon op en dan vind ik het wel prima. Dus dat is wat ik ga doen. Nou, dan ben je even bezig. Want je wil natuurlijk het oké doen. Dus wat is het nou geworden? Dit. Dus dan wordt hem dat. En dan heb ik, hoe ik het heb gedaan, ga het jullie even laten zien. Bellenblaas, kaartje met tekst. Ik heb hier van die fotodingetjes. Dan plak ik er eentje. Oh, gaat er weer gelijk missen. Pak er eentje, plak je zo. En dan plak je die andere plakje de boven.
Zo. En dan zitten er van die lipjes aan. Kijk. Waardoor het dubbelzijdig tape is. Dus. Dat doe je dan even zo. En dan plak je hem halverwege. Dat dingetje. Duw je hem even een beetje aan. En dan ga je rond. En dan kent hij zo. En dan vatten even, want ik heb hier nog plakvellen van Jordi toen. Dan vatten een leuke dino. Want hè, ons kind is ook een gekke dino. Moet wel goed plakken. Moet zo. Dan zorgen we wel dat je niet op de tekst zit natuurlijk. En dan plukte hem hier nog even vast. En dan hadden we dit. Tada! Nou, ik ben niet heel creatief en ik heb het zelf verzonnen. Dus ik denk dat ik wel slim ben. Oh, trouwens, die papiertjes. Ik heb gewoon de lengte gemeten. De rond gebeuren gemeten. En daarop heb ik de papiertjes geknipt. Het kind kan de was doen. Ja, dan krimp denk ik alles, maar jullie snappen wat mijn bedoeling is. Goedemorgen. Hier zijn de twee aan de krentenbol. Nee. Fruit doen we niet aan vandaag. Jordi is met Niels naar de osteopaat toe. Ik moet om 10:30 met Liam. En Sam gaat dan ook natuurlijk mee. Eventjes naar het schooltje van Liam, eventjes naar zijn nieuwe klasje kijken, et cetera. Daarna moet ik even naar de winkel toe, eventjes wat dingetjes halen. Niels is vanavond tot laat weg. Dus ja, we eten vandaag poffertjes. Ik ga echt niet koken. Ik eet zelf wel een pizza of zo. Dat. Ja, dat is wat we doen. Dan ga ik nadat we voor Liam weg zijn geweest, ga ik even gelijk naar de winkel. En alles eventjes halen, zodat ik niet meer weg hoef. Dus ze eten expres nu een krentenbol, dan worden ze niet vies van. En dan kan ik ze zo aankleden en dan kunnen we even gaan. Ja, je hoeft niet eten op mama te hangen. Is het echt? Ja, dan word ik maar boos. Heb ik scheid aan. Hij moet continu in contact staan met iemand. Met mij of met Niels. Ja, papa. Ja, papa. Ja, papa is weg. Dus we doen het even zo. Jordi heeft niet geslapen. Maar hij is wel redelijk ontspannen. Hij heeft wel buikklachten, dat wel. Dus dat is altijd wel een dingetje. Daarom heb ik hem ook thuis gehouden. Hij is nu aan het ontspannen. Dus we gaan even kijken hoe dat loopt. Hier hebben we er eentje die altijd op tijd wakker is. Die slaapt ook echt. Hij is net voor 2 uur thuis. Of hij is net voor 2 uur wakker thuis. Hij is al thuis. Maar hij is net voor 2 uur wakker, dus dat is een goed ritme. Dus ik haal hem ook gelijk uit bed. Maar Liam slaapt. Het manneke was moe. Die ga ik zo wel even wakker maken. Gaat hij me niet in dank afnemen. Maar hij is wel moe. Dus ik ga hem zo even wakker maken. Dat film ik niet, want hij is pittig. Ik heb de kinderen eten gegeven en ik draai dadelijk door. Jordi is de hele tijd al over de zijkant gaan, heeft buikpijn, et cetera. Niels is niet thuis, dus ik moet het allemaal zelf doen. Ik wou eigenlijk tanden poetsen bij de kinderen, maar toen ik de tandenborstel al pakte, waren er net al 2. Liam en Sam. Die, dus tanden poetsen laat ik vandaag even zitten, want ik ben even klaar met de kinderen. Ik ben echt klaar. Met de kinderen. Niels is nog steeds weg. Die komt pas 9 uur thuis. Dus ik ga dadelijk pyjama's aantrekken bij de kinderen. En dan gaan ze alle 3 pleitos. Ik ben ze even helemaal beu. Ik ben ze echt beu. Dus dat.
Sam zit Liam niet zo te pesten. Dit zet ik ook de hele tijd. Hier, zo, dit. Dus dat. Alles ligt in bed. Mijn Jordi gaat nog steeds niet super. Maar ik ga wel bij deze ups en dan afsluiten. Ik ga zelf nu eten. En dan ga ik alles klaarzetten voor morgen. Ik moet fruitsalade maken. Ik moet heel even hier de boer opruimen. En alles. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En nee, ik ben niet negatief. Maar ik ben gewoon even dat. Mag ook wel eens, toch?